Mijn naam is Joost Broersen en ik ben speler van PEC Zwolle. De coach laat een van de wisselspelers laten lopen. Hey Jelle, hoe was de vakantie? De eerste week heel moeilijk. Ik ben eigenlijk meteen op vakantie gegaan op dinsdag na de zondag. Dus de eerste week heel moeilijk. Kribbig en niet weten weet je, hoe je even zo'n vakantie moet doorbrengen. En daarna een prima vakantie gehad. Ja, toen kun je het chagrijn een beetje van je afzetten. Ja, nou ja, dat zal het hele jaar zal dat wel moeilijk worden, omdat je natuurlijk gedegradeerd bent en dat doet pijn. Je moet weer opnieuw. En voor mijzelf en voor de club is het natuurlijk ook weer een jaar om jezelf weer in een goed daglicht te zetten. En dat is wel belangrijk. Er gaat een speler vervangen worden. Henry Coat is je aan te zien. Degraderen doet heel veel pijn. Ja, klopt. Verratti. Hij gaat erin, eigen doelpunt dus. Oh, dit is verschrikkelijk, een eigen doelpunt. Gered, maar de bal komt terug. Hij doet het. Doelpunt. De wedstrijd ligt er helemaal open. Ja, het lukt niet altijd wat hij zijn hoofd heeft. Nee, maar... Nee, ja, dat kan toch. De tik. Ja, en nu? De doelman mag een doeltrap nemen. Kevin Frans, ben je tevreden over je wedstrijd? Ja, oké, 0-1, dat is oké. Spijtig dat we verliezen. Ik denk dat er wat meer in zat. Ryan pakt daar nog een goede bal. Maar oké, we hebben ons getoond en we hebben goed gespeeld. Oké, het is spijtig, maar ik denk dat we iedereen laten zien hebben dat uit naar de wal kan voetballen. En dat was belangrijk vandaag, dat was ook onze motivatie. Leuk. 45 of 50 of 100? 100. Dat is perfect, mooi.